Ja, dus door het in 3D vast te leggen. Normaal wat vaak gedaan wordt, is dat ze alles inmeten, hè? Met de hand onder water. Maar als je één keer zo'n model bouwt, dan heb je dus vanaf dat moment heb je dat hele koraal eigenlijk helemaal. Dat kan je vastpakken, dat kan je ronddraaien. En dat kan je rustig van achter je computertje doen. Je kan alles rustig inmeten. En je kan ook heel rustig bekijken van, goh, je kan tellen, je kan meten, je kan er onderzoek op doen. Ja. En als je dat nog een aantal jaar later doet, dan kan je het dus weer doen. We hebben het al een keertje gevraagd, deze vraag. Natuurlijk moet je duizenden foto's onder water maken. Vertel eens een beetje van deze techniek. De Helm Hoeker was daar echt het meest ingewikkelde project. Dat was natuurlijk een groot wrak. En we hebben voor de Helm Hoeker 23.000 foto's inmiddels gemaakt. En iedere foto die wordt van een afstand van een halve meter ongeveer gemaakt. Licht verdwijnt heel snel onder water, gaat heel snel weg. Dus je moet heel dicht op het wrak zitten. En als je die foto's ziet, dan zie je iedere keer maar hele kleine stukjes van het schip. Dus je ziet niet het wrak. En met speciale software op een computer die we in Nederland hebben staan, maken we van al die foto's, maken we eigenlijk weer het echte 3D-model, driedimensionaal. Ja, die berekent dat. Er zit heel veel werk aan. Er is hier een maand mee bezig geweest, die computer. Ik heb het gelukkig niet allemaal zelf hoeven doen. Dat is uit handen genomen. En op een gegeven moment krijg je dan dus weer echt dat wrak van die omgeving. En alles hoe het eruit ziet, dat krijg je weer te zien in een 3D-model. Ik geef jou toch de kans om mensen uit te nodigen om hier bij Terra Mar te komen en naar de expositie te kijken. Ja, echt doen. Echt doen. Ik denk als je duikt, maar ook als je niet duikt. Als je interesse hebt in wat er hier op Bonaire onder water te vinden is. En je hebt tot nu toe vaak alleen foto's gezien. Is dit wel heel bijzonder. Want nu ga je een aantal wrakken zien, ook in een film, die echt driedimensionaal zijn. Dus het geeft je echt wat meer gevoel met de geschiedenis van de wrakken. Met wat er ligt. En het is fantastisch onder water hier. En ja, in het museum valt dat dus nu te zien. Dus ja, echt een aanrader om erheen te komen.